Gisteravond won producer Guido Aalbers een Edison met een Facebook-band die eigenlijk helemaal niet bestaat. Don't run away, forget your heart. Things will get better if you give me time. Don't run away, forget your heart. Things will get better, they better turn. Ja, Guido, dat is Lorraine Veel, een naam die al bestond voordat er muzikanten aan verbonden waren. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dankjewel. Dit had jij vast niet bedacht toen jij begin 2011 je verveelde tijdens de boekhouding. Nee, ik had al de stappen daarvoor al niet zo bedacht. Dus laat staan dat ik dit er nog achter had. Nee, kun je ze nog heel even met ons doorlopen voor mensen die dit bijzondere verhaal gemist hebben? Ik zal proberen. Een hele korte versie, hè? Heel korte versie. Het was een spelletje op Facebook, op social media, waarbij je met random gegevens een platenhoes maakte. Dus je wist van tevoren eigenlijk niet. Je drukte op knoppen en dan kreeg je een foto en dan kreeg je een naam. En uiteindelijk deed je dat even snel in zo'n fotoprogrammaatje bij elkaar. Vandaar dat die hoes er ook niet heel professioneel uitziet. Want dit is 2 minuten Photoshop, zeg maar. En dat plaatste je dan op je Facebook en dan zeiden mensen, oh, ik denk dat het zo'n soort muziek is. En iemand anders had een hoesje en dan denk je, oh, dat is punk of dit is dat. En nou ja, bij mij was het vrij somber, zoals je op het scherm ziet. Dus daar kwamen mensen op die zeiden, dat zijn stemmige liedjes. En er zijn mensen op een gegeven moment, ik heb wel van die liedjes. En iemand anders zei, ik wil wel zo'n plaat opnemen. En dat was allemaal een beetje grappig. Maar wel in 48 uur 100 reacties kregen. Ja, dat ging heel rap ineens. En toen hebben we op een gegeven moment, het enige wat ik eigenlijk heb gedaan is op een gegeven moment gezegd, laten we het dan maar gaan doen eigenlijk. Maar ook echt goede namen die dus reageerden meteen. Dat is het grappige. Het waren bekende en onbekende. Nou ja, de onbekende die kenden we natuurlijk dan niet. Nee. Maar bijvoorbeeld Berthof, logisch in de provincie, maar ook Ilse de Lange. Erik die hier zit, Peter Slagen van Bluff, Anneke van Giersbergen. Je wilde allemaal een liedje sturen. Ja, ik heb in totaal 88 liedjes geloof ik binnen de... We hadden uiteindelijk gezegd, stuur maar in. En dan zeiden mensen, maar hoe lang dan? Binnen nu in 3 weken of zo. En dat waren 88 en daarna kwamen er zelfs nog wel meer binnen. En dan moet jij een selectie gaan maken naar 12 nummers voor die plaat waarvan je de hoes al had. Ja. En toen was in december en de release party in Hedon uitverkocht. En dat was ook meteen jullie afscheidsconcert. Ja. Dat was wel een beetje jammer. Het is natuurlijk een gelegenheidsformatie. Die op de plaats spelen er nog veel meer muzikanten dan die in Hedon er waren. Iedereen heeft zijn eigen verplichtingen. Zo. Dus het was eigenlijk ook het was al een uit de hand gelopen grap. En dat optreden was ook omdat heel veel mensen zeiden, doen jullie geen optreden? Laten we kijken of we ze allemaal bij elkaar krijgen voor 1 keer. Ja, dat was het eigenlijk. En dan win jij ineens die Edison, een juryprijs nog wel, best prestigieus. Zag jij dat aankomen? Nee, totaal niet. Ik weet wel waarom, maar ik wil graag dat je het even hardop zegt. Want waar zat jij op het moment dat die Edison uitgereikt ging worden? Ik zat gisteren bij De Wereld Draait Door. Ja. Ik was mee met Berthof en Casper van Koten. Ik heb hun plaat gemixt en ik ging mee om te zorgen dat het zo goed mogelijk op de tv ook klonk. Dus we hadden gesoundcheckt en alles. En eigenlijk vlak, er werd al gezegd, jullie moeten dadelijk naar de vloer. Ja, ik dan niet, maar de band. Dus Berthof nog even zijn jasje aan en dingen. En toen stond er ineens een enorme kleerkast stond te vormen in pak. En die zei, jij bent Guido, hè? Dan ga jij nu met mij mee. Ik zei, dat dacht ik even niet. Ik ben hier voor een programma en dat begint zo. En toen zei hij, toch denk ik dat je wel met me meegaat. En ik vroeg nog zo van waarom en hij wilde niks zeggen. Toen kwam Berthof er alweer aanlopen en die zei, ga maar mee, ik weet ervan, het is goed. Maar ik kan dat wel. Jij bent in je trainingsjasje, weet je, door Berthof ontvoerd. Wij zeggen alvast tot morgen en dan heel graag Erik Nijmeijer met het nummer Lost. Nothing seems able to relieve me. From this very heavy feeling inside. Maybe you better not believe me. I don't remember what I said tonight. 'Cause I'll be lost, I'll be lost every morning. But I'll be found every night. I'll be lost and I won't listen to your warning. I'll be found with you by my side. I'll be found with you by my side.
En de zomer dan.